Yo, guys, ik ben Michiel en het is tijd voor M&M. Hierin nemen Martijn en Michiel, ik dus, het tegen elkaar op in de zotste voetbalchallenges. Vandaag, Martijn, heb ik een uitdaging voor u. Bij de Red Flames, de nationale vrouwenploeg, speelt er een meisje met heel veel techniek en ze is ook nog een keer goed in freestyle voetbal. Eigenlijk waar hij om bekend staat, hè, Martijn? Dus vandaag mogen jullie allebei op de Meiren Antwerpen jullie freestyle skills eens gaan tonen. En als er veel mensen zijn en die mensen zien entertainment, durven ze wel eens een euro te leggen. Dus wie het meeste geld verdient vandaag door de mensen te entertainen, die wint de challenge. Allebei veel succes, ik ben benieuwd wie er zal winnen. Kouwer! Ja, Michiel, die challenge is eigenlijk volledig op mijn lijf geschreven, maar ik moet eerlijk zijn, echt zit ik wel met de poepers, want ik sta hier naast de Davinia van Mechelen. Hij wordt eigenlijk wel ook de vrouwelijke Neymar genoemd. Dat wordt altijd gezegd, want jij hebt skills. En je speelt bij Paris Saint-Germain, waar dat Neymar ook speelt. Klopt, helemaal. En hebben je al sommige spelers gezien? Ja. Welke spelers? Neymar, Thomas Meunier en Mbappé. Je hebt Neymar al gezien? Ja. In het echt? Ja. En je hebt er gewoon mee gepraat, zoals wij nu aan het doen zijn? Nee. Nee? Met Neymar nog niet? Nee. Maar ik kom soms wel kijken naar je training. Klopt. Thomas Meunier, heb je wel al gezien? Ja, we zijn samen iets gaan drinken. Samen iets gaan drinken? Ja. Samen iets gaan drinken met Thomas Meunier. Wie heeft hij dat al gedaan? Zijn hij al iets gaan drinken met Thomas Meunier? Nee. En wat heb je dan allemaal gezegd tegen hem? Dat hij goed bezig is. Ja, Davinia, zo kunnen we eigenlijk een hele dag verder blijven praten, maar daarvoor zijn we niet gekomen, nee, want we zijn hier vandaag voor de challenge. Michiel heeft ons uitgedacht. Je weet nog wat dat challenge inhoudt. Dus in 10 minuten tijd gaan we elk zoveel mogelijk geld proberen te verdienen door onze beste skills te tonen. Nu, ik ben heel benieuwd, wat is uw beste skills waarmee dat je denkt dat je het meeste geld gaat verdienen? Ja, mooi. Wat? Prachtig truc, Davinia, prachtig truc. Ik zou buigingen zitten maken, maar we zitten hier op de meer, dus ik ga dat toch niet doen. Of toch wel. Mooi gedaan. Maar de truc waarmee dat ik denk dat ik het meeste geld ga verdienen, dat is deze. Goed kijken, Davinia. Een beetje soortgelijk als u. Hopla. Wat vond je daarvan? Niet slecht. Oké. Ik denk dat we altijd klaar zijn om de challenge aan te gaan. Maar we kunnen het nog iets gespannender maken. Hoe gaan we dat doen? We gaan de One Touch Challenge spelen. Davinia, weet je wat dat de One Touch Challenge is? Ja, natuurlijk. Oké, leg maar uit aan de kijkers. We gaan de bal naar elkaar passen in één tijd. En als je de bal laat vallen, ben je verloren. Oké, maar degene die de bal laat vallen, die mag straks 1 minuut minder zijn freestyle skills tonen. Dus dat wil zeggen 1 minuut minder tijd om geld te verdienen. Ja? Dus het is heel belangrijk nu. Oké, okay. Conclusie van de One Touch Challenge. Ik ben de verliezer. High five. Mooi gedaan. Zit je klaar? Natuurlijk, ik ga gewoon winnen. Zelfvertrouwen is heel belangrijk, heb ik altijd geleerd. Oké, je mag naar de meer gaan. Ik ben heel benieuwd wat dat gaat geven, maar ze speelt bij PSG, hè, mensen. Dus dat is niet niks, hè. Toneren voor mijn 7 kleine kinderen. Dankjewel. 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 Het is nog niet gedaan, de grote show. Wauw, 2,50 euro, dankjewel. Ja, we gaan nog rijk worden vandaag. Degene die mijn panna zet krijgt 20 euro.
Als ik die persoon van AZ, moet die 1 euro aan mij geven. Sorry mama, 1 euro. Of die gsm is ook goed. Ik krijg een knuffel van me, want ik heb geen euro. Oh, dat vind ik nog veel beter. Dat vind ik nog veel beter. Daar is een bal, hè. Pas op, hè. Cracking. Ja, Davinia. Het zit erop, onze challenge. Inderdaad. Vond het leuk? Super tof. Oké, dat is heel belangrijk. Maar misschien nog belangrijker, hoeveel heb je verdiend door te freestylen? 20 euro en 3 cent. 20 euro en 3 cent. Ik heb verdiend op 10 minuten, 9 minuten tijd 19 euro. 19 euro, dat wil zeggen, Davinia heeft meer dan een euro meer. De tegenprestatie is voor mij, ze mag 3 eieren op mij kapot slaan. Allee, Davinia, laat u maar volledig gaan, hè. Ah, doe dat eens zachter. Doe dat eens niet zo hard. Doe dat eens zachter, dat doet echt pijn. Ah. Ah. Ja, op mijn broek, op mijn broek. Vonden jullie het een leuke video? Check dan zeker alle andere video's van Volle Bak Voetbal. En ik ga een douche gaan nemen. Ik ben hier weg. Ik kan het niet meer aan met u. Oké, perfect. Man. Yo, guys, vonden jullie dit een leuke video? Amai, Martijn. Vergeet dan zeker niet te abonneren op het YouTube-kanaal van VTM Kids door op de bal te klikken van Martijn. En als jullie een willekeurige video willen zien, klik dan zeker hier. Tot de volgende. Peace. Dank u wel, Martijn. Ça va met u? Geef een bal. Ja, dank u. Die is echt verliefd op een bal.